Welkom bij Hart voor Erasmus, de webinar om je te helpen om je vitaliteit weer te hervinden in een periode dat COVID als een rollercoaster door ons land is gegaan, maar ook door ons ziekenhuis. Het zal je niet zijn ontgaan. Het Erasmus MC heeft een cruciale rol gespeeld in deze hele COVID-periode. We waren ongelooflijk veel in het nieuws, we hebben heel veel gedaan en dat is allemaal dankzij die 15.000 medewerkers van het Erasmus MC die zich ongelooflijk hebben ingezet met een ongelooflijke flexibiliteit om dit allemaal mogelijk te maken. Dat was veel gevraagd. Mensen gingen thuiswerken. Het kan zijn dat je het gevoel had dat je bijna een andere baan hebt gekregen, omdat je op een andere afdeling ging inspringen en ging bijspringen. Mensen hebben overuren gedraaid. Er werd maximale flexibiliteit verwacht van iedereen. En dat was een enorme klus. In dit drieluik gaan we je daarvoor tips geven. Onze beste deskundigen uit huis, maar ook je eigen collega's gaan vertellen hoe ze het ervaren hebben en wat we geleerd hebben met z'n allen uit deze periode en wat je zou kunnen helpen om je vitaliteit te hervinden. Vandaag in Hart voor Erasmus, een drieluik voor medewerkers, besteden we aandacht aan zorg voor je team. Teams hebben ook een sociale functie. En deze coronacrisis raakt iedereen. Ik vond het wel een ontzettende mooie energie die er was. Dat hoor je eigenlijk ook wel iedereen zeggen. Dat je met elkaar zorgt in deze tijd voor patiënten dat je de klus klaart, zeg maar. Zo voelde dat ook echt. Ik ben Linda Imming, teammanager psychosociale zorg van de volwassenen van het Erasmus MC. En ik ben een van de leden van het kernteam Hart voor Erasmus. Linda, wat is een team eigenlijk? Ja, goede vraag. Nooit over nagedacht misschien, maar een team is eigenlijk een groep mensen. En als je op Wikipedia gaat kijken wat een groep is, dan zijn het twee of meer individuen die ofwel zich met elkaar identificeren ofwel gezamenlijk een doel hebben. Maar een groep hoeft niet per se een team te zijn. Een team wordt pas een team als je alle factoren bij elkaar optelt. Binnen het Erasmus wordt soms gebruik gemaakt van de CRM-methode, de Crew Resource Management. En dat is eigenlijk een hele mooie methode omdat er allerlei verschillende aspecten naar voren komen. Informatiemanagement, risicomanagement, stressmanagement, groepsprocessen. En eigenlijk is dat dan een heel totaal pakket. Als je kijkt naar de afgelopen periode zijn er natuurlijk... was het gewoon net even anders. Je hebt mensen die zich aanmelden om te helpen op de IC volwassenen, op de COVID-afdeling, op de 12e etage wat ingericht was als COVID-kliniek. En die mensen stappen dus uit een team waar ze vandaan komen, bijvoorbeeld van het Sophia. En die gaan dan opeens in een bestaand team aan het werk. Wat doet dat? Je komt in een team waar oude gewoontes zijn, maar de situatie is nieuw. En hoe werkt dat dan? Pas je daar dan nog in? Zijn de dingen die we altijd deden, werken die dan nu nog? Of is dat dan opeens allemaal anders? Belangrijk is dan dat je als team, ook de nieuwelingen die daarin komen, eigenlijk gewoon continu de vraag stelt, doen we nog de goede dingen? Zijn we nog bezig met de juiste zorg voor de patiënten? Want als groep had je namelijk ook, was je ook een groep als je één gezamenlijk doel had. En die hebben we, want dat is optimale patiëntenzorg leveren. Aan de andere kant gingen die mensen die ondersteunden bij de afdeling ook uit een team. Dus ook in dat team gebeurt er iets. En als je bijvoorbeeld dit nou ziet als een team, hè, die bal is mooi rond, en dan gaat iemand weg. Dan is die bal niet meer rond. En dat heeft gewoon effect op een team. En dan kan het dus ook zijn dat de andere mensen die hier zitten opeens denken van ja, maar jij ging altijd wel met een voorstel komen, maar ik kan dat eigenlijk ook. Dus een verandering of een... zo'n situatie wat zo'n enorme impact heeft als corona, kan ook kansen bieden voor mensen om juist op te staan, om te zien dat ze opeens andere kwaliteiten hebben. En dat is eigenlijk wel weer een hele mooie kant van de corona. En ik denk dat het belangrijk is dat je beseft dat je de connectie met elkaar behoudt. En dat kun je natuurlijk digitaal doen, maar juist het sociale stukje is ook goed om elkaar even te zien. En ik denk met de verpleging merkte ik op een gegeven moment ook. Hè. Ik liep de verpleegpost eigenlijk maar niet meer binnen. Want ik dacht, nou, zo weinig mogelijk contact is eigenlijk het beste. Maar dat werkt niet. Dat werkt echt niet. Hè. Je kunt telefonisch best wel wat coveren. Maar gewoon die informele contacten, die voelsprieten die je normaal gesproken hebt. Om te voelen, hey, hoe gaat het met die patiënt? Hoe gaat het op de afdeling? Lopen dingen?
Dat mist. Qua teamwerk is het altijd heel belangrijk van zijn er mogelijkheden. En dat is het een beetje het onzekere waar je in terechtkomt om elkaar te leren kennen. Dus een afstemmingsmoment in de ochtend, dat er is. Hè, van, met wie werken we samen en wat kunnen we met elkaar. Linda, veel collega's zijn in een ander team geplaatst vanwege COVID. Hoe kun je dat nu tot een succes maken? Ja, als ik even terugdenk aan wat ik teruggehoord heb van de afdelingen, is eigenlijk vooral ook de saamhorigheid die men heeft ervaren. Al kenden we elkaar niet, maar we hadden dat gezamenlijke doel, hè, de optimale patiëntenzorg leveren. En toch is het een uitdaging. Want er was ook natuurlijk steun van Defensie. Dus je moest opeens gaan samenwerken met militairen. Hoezo? Het was geen oorlog, maar ja, het is wel, zij zijn gewend om in een crisissituatie te werken. En hebben daarmee dus heel praktische tips. Maar je moest ook opeens werken met een IC-verpleegkundige die misschien al 15 jaar niet aan het bed had gestaan. En natuurlijk kan die verpleegkundige zichzelf voorbereiden door de COVID-straat te volgen, door Ask Erasmus te gebruiken om alle kennis weer op te vijzelen. Maar je hebt ook nog iets als een team. En een team is gebaat bij het vinden van een structuur. Als je een onvoorspelbare periode hebt, zoals COVID, want je wist nooit, kwamen er 10 patiënten, kwamen er 20. We hebben weekenden gehad dat er opeens 20 tot 50 patiënten kwamen. Als je een bepaalde structuur in de dag aanbrengt, je begint met een dagstart, je hebt samen een lunch, je doet een eindevaluatie, dan heb je in die onvoorspelbare periode in ieder geval nog wat structuur, wat vastigheid biedt. En dat helpt. En dan kun je ook de dag starten met van, joh, wat gaan we vandaag doen? Wie doet wat? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Maar ook aan het einde van de dag kan je vragen van, joh, vandaag zijn er 3 patiënten overleden. Hoe is het eigenlijk met je? Wat heeft het met je gedaan? En zo creëer je dus dat je echt samen de klus klaart. En dat is wel echt heel belangrijk in deze periode. Wat ook belangrijk is, als jij collega's moet ontvangen, bijvoorbeeld op de IC volwassenen en collega's komen van het Sophia of militairen komen bij jou op de afdeling. Bedenk dan ook zelf wat jij zou willen als je op die afdeling komt. Wil je een buddy? Heb je een rondleiding nodig? Wil je een smoelenboek dat je collega's sneller leert kennen? Wil je een zakkaartje met informatie met belangrijke nummers? Want we weten dat patiënten soms ook heel snel gingen overlijden. En er zijn manieren om ook dan als verpleegkundige een patiënt een waardig afscheid te nemen, geven. Maar weet je dat ook te vinden? Heb je die informatie? Dus help ook je collega's die nieuw zijn op jouw afdeling om zich thuis te voelen. En dat is echt de verantwoordelijkheid van de mensen die daar al zijn. Is er een situatie waar iedereen helemaal nieuw is? Dan mag je het samen gaan ontdekken. Maar doe het altijd samen en sta open. En durf te vragen, wees nieuwsgierig. Ik heb wel eens de opmerking gekregen, wees een oen. Klinkt niet heel erg complimenteus, maar staat voor open, eerlijk en nieuwsgierig. En als je dat altijd blijft, dan kom je er samen wel. Want je hebt dat samen datzelfde doel, die optimale patiëntenzorg. Het afstemmen met elkaar over de werkzaamheden, dat is wel echt heel belangrijk. En kan heel erg helpen ook om de goede dingen te doen. Op mijn teamgevoel, dat je beter naar elkaar luistert. En als je denkt van, hé, ik ben daar niet mee eens. En het gaat om de veiligheid, dat je er ook met elkaar over praat. Wat heel leuk was, we hadden eigenlijk redelijk snel, dat de Zoomborrels werden opgestart. 1 keer per week gingen we met alle AJOS'en, onder leiding van onze opleider die dit had georganiseerd, kwamen we in ieder geval samen. En deden we gewoon een rondje, goh, waar loop jij tegenaan? Het werk als AJOS is ook heel divers. Dus sommige mensen zitten op de consulten, anderen zitten op de afdeling, anderen zitten op de poli. En juist die verbinding houden, door dan bijvoorbeeld digitaal die Zoomborrels te doen, is echt mega belangrijk. En daarmee kan je ook aanvoelen, goh, daar lopen ze over, daar niet. Goh, wat kunnen we doen om te helpen? De afgelopen periode ten aanzien van het teamgevoel. Ik werk fulltime, dus ik ben hier elke dag. Dus je ziet je team elke dag. En als je dan opeens 4 dagen in de week thuis bent, kun je wel wat. Ik heb wel een paar momenten gevoeld dat ik me wat gedistanceerder voelde van het team. Ook al zijn er bijna elke dag wel overleggen. Linda, als je met elkaar in het bed staat, dan is het wel helder wat dat team is. Maar de afgelopen tijd hebben heel veel mensen thuis gewerkt en er zijn er heel veel die nog steeds thuis werken. Hoe hou je dan het teamgevoel vast? Ja, dat lijkt me een ontzettend ingewikkelde klus, want je hebt dan eigenlijk een soort van digitaal team of zo. Het belangrijkste is dat je ziet elkaar niet meer fysiek. En dat stukje non-verbale communicatie die je normaal hebt als je een kopje koffie haalt, die is weggevallen. Dus hoe kan je dan toch nog wel zorgen dat je een team blijft? Ja, blijf ook vooral leuke dingen doen. Doe een Zoom-borrel op vrijdagmiddag met z'n allen als team. Maar ook
hiervoor geldt, net als bij de teams op de afdeling, eigenlijk hetzelfde. Bouw een structuur in. Begin met een dagstart. ICT heeft knalhard gewerkt om te zorgen dat alle platforms er zijn. Dus je kan gebruik maken van Teams. In het begin was er nog Skype. Er zijn voldoende media die je kan gebruiken. Begin samen de dag en bespreek ook met elkaar, wat gaan we doen? Wie doet wat? En wat is ons doel voor vandaag? En ook als je een teammeeting hebt, eens in de week, en je ziet bijvoorbeeld dat Pietje altijd gelijk aan het einde weggaat, bedenk dan eens van, joh, waarom is die altijd weg? Misschien is er wel iets, bel eventjes. Wat je ook kan doen, is dat je onderling een buddy systeem hebt. Klinkt misschien gek, maar ik kan bijvoorbeeld afspreken als wij allebei thuis werken, van, joh, ik bel jou op dinsdagmiddag en jij belt woensdagmiddag, bel je een andere collega, dat je eigenlijk zo met elkaar in contact blijft. Het is zo simpel. Maar je moet gewoon die extra moeite doen om die interesse te hebben. Want reken er goed op dat het echt niet makkelijk is om thuis te werken als je ook twee kinderen thuis hebt en een man die thuis werkt. Maar ook niet als je alleen woont en thuis zit. Want dan is je thuis is alleen je thuis en dat is dan ook gelijk je werk en je komt verder nergens. Want je mag ook nergens heen. Dus zorg voor elkaar. Wees ook weer ook hierin een oen. Open, eerlijk en nieuwsgierig en help elkaar daarbij. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon eens wat collega's bellen en vragen, hoe is het met jou? Hoe doorloop jij de patiëntenzorg? Dus niet zozeer inhoudelijk, maar meer om elkaar eventjes op de hoogte te houden. Maar het heeft wel echt een paar weken geduurd voordat ik weer focus kon houden op mijn eigen werk. En ik voelde me daar een soort van schuldig over. Dat ik niet gewoon weer vol energie. Het voelde echt alsof ik op halve kracht werkte. Ik was moe. Misschien toch ook wel een beetje geïrriteerd af en toe. Dus je moet gewoon voor elkaar klaarstaan. In het kader van teamwork vind ik het belangrijk dat we voor elkaar klaarstaan. Wat betreft teamwork is het denk ik inderdaad belangrijk om contact te houden met elkaar. Ja, en dat is een uitdaging in deze tijd, maar er zijn genoeg mogelijkheden. En je wordt er ook wel weer creatief van. Dus, Ja, voor mij was het terugkeren naar mijn oude team. Dat heeft wel tijd gekost, maar mijn hoofd stond er niet naar. Ik had echt wel, het heeft impact gehad. Daar is ook heel veel hulp voor geweest. Linda, had je tot slot nog wat tips of een afsluiter? Een afsluiter, ja. Een team is een groep mensen, maar we blijven allemaal een individu. En echt als individu hoef je niet altijd top te voelen. Je kan echt een rotdag hebben, schaam je daar niet voor. Maar praat er wel over met je collega's, want je collega heeft even zo goed als jij een rotdag. En vergeet niet, we hebben allemaal hetzelfde doel en dat is die leveren van die goede patiëntenzorg. Ook als ICT'er, ook als communicatieadviseur, ook als je aan het bed staat. Iedereen als heel Erasmus.